Welkom, mijn naam is Ron Wingmamule. Ik ben hoofd van de opleiding Fysiotherapie en Revalidatiewetenschappen. Dit is een universitaire opleiding in de fysiotherapie. Heb je altijd al interesse gehad in de gezondheidszorg en in het werken met mensen, dan is deze opleiding Fysiotherapie echt iets voor jou. Het is een voltijds particuliere opleiding. Dit betekent 40 uur studie in de week met 3 dagen contactonderwijs, waarvan dan de rest zelfstudie is en zelftraining en trainen van vaardigheden. De graad is vergelijkbaar met een bachelor geneeskunde of een bachelor bewegingswetenschappen. De opleiding vervolgt met een 1-jarige master in Maastricht. Dan is een master bewegingswetenschappen met een track fysiotherapie. En dat is een bekostigde opleiding aan de Universiteit van Maastricht. Wat uniek is aan deze opleiding, het is een universiteit met veel praktijk. Zo'n 40% wordt ingevuld door praktijklessen. We werken volgens het probleemgestuurd onderwijs. Dat betekent weinig grote hoorcolleges, maar veel werkgroepen, kleine werkgroepen, onder begeleiding van topdocenten. Dat betekent, het is een kleinschalige universiteit met veel persoonlijke aandacht. Als je afstudeert, dan ben je dus klinisch competent en academisch competent. Dat is een dubbele uitschermrol. Na die 3-jarige bachelor en die 1-jarige master ben je al bevoegd om zelfstandig patiënten te onderzoeken, behandelen en kun je inschrijven in het BIG-register. Voor gemotiveerde studenten hebben we extra curriculaire modules op het terrein van sport, op het terrein van didactiek, van lesgeven, op het terrein van anatomie. Ook kun je extra curriculaire modules doen op het terrein van gezondheidswetenschappen. Dat betekent dat je extra modules doet, waardoor het programma equivalent wordt, waardoor je mee kunt doen aan de toelatingseisen voor de master arts klinisch onderzoeker of zij in stroom voor geneeskunde. Ja, wat kun je hiermee doen op de arbeidsmarkt? Die combinatie van klinische en academische competenties, die kun je volledig inzetten. Bijvoorbeeld als fysiotherapeut-onderzoeker bij een ziekenhuis of bij een sportploeg, waarbij je zowel de atleten behandelt als wetenschappelijk onderzoek verricht. Of om een SMC op Papendal. Of als docent fysiotherapie. Daarnaast kun je na de master ook nog vervolgmasters doen. Denk aan epidemiologie of een master in gezondheidsmanagement. Ook zijn er studenten die dan nog doorgaan en gaan promoveren, een PhD-traject gaan volgen. Er zijn ook studenten die instromen bij de arts-klinische onderzoekopleiding, de masteropleiding, en als zij instroom naar geneeskunde. Waarom studeren aan SOMT? SOMT is een grote naam in de fysiotherapie en we hebben uitstekende faciliteiten en een modern gebouw. Ben je geïnteresseerd? Kijk op de website, bekijk het filmpje over deze prachtige locatie, www.somt.nl.